Raf, goeie avond. Voor de mensen die niet via social media of onze website of Facebook volgen, weten misschien niet, maar je hebt een enorm drukke 6 maanden al achter de boeg. Ja, dat klopt. De voorbije maanden hebben wij van alles gedaan. Heel veel campagnes ondersteund, bijvoorbeeld om maar iets te zeggen. We hebben bijvoorbeeld de brochure rond transgenders van Sport Vlaanderen mee vormgegeven. Ik heb onlangs nog de regenboogveters bij mij op school, op de campus Turnhout, de Hogeschool Thomas More, gelanceerd, waarbij de studenten en docenten regenboogveters in hun schoenen droegen als, signaal naar de buitenwereld voor een sport voor alle campus. We hebben nog een campagne gedaan rond het EK voetbal, dus we hebben nog niet stilgezeten. Het project Heroes of Voetbal ligt jou ook nauw aan het hart. Kan je ons even meegeven waarom? Want je bent zelf geen voetballer. Ik vind het heel belangrijk dat een project als Heroes of Voetbal mee wordt ondersteund door de Koninklijke Voetbalbond. Omdat wij echt nood hebben aan grote organisaties die initiatieven als dit mee ondersteunen. Heroes of Voetbal is een heel mooi project omdat er tools zijn. En dat er echt aan de slag kan gegaan worden met die tools binnen sportclubs, eventueel binnen onderwijs. En daarom vind ik het fantastisch dat een project als Heroes of Football zo in de picture gezet wordt. Ja, en je gaat ook op vraag van de Voetbalbond actief meewerken binnen dit project. Hoe mogen we dat zien? Ik ga een soort van contactpersoon of ambassadeur zijn voor het project Heroes of Football. Ambassadeur in de zin van, ik ben de contactpersoon voor voetballers, voor topsporters die met vragen zitten rond zichzelf zijn, rond de Holibee-thematiek. Ik zal ook, zoals in het verleden, zijn er al enkele sporters naar mij gekomen met vragen. Dus ik zal voor hun een beetje een klankbord zijn waar dat ze met problemen of vragen in vertrouwen natuurlijk naartoe kunnen gaan. En ik ga het project mee ondersteunen waar ik kan, mee de tools gebruiken bij ons op school, bij ons in de clubs. Dus dat is vooral mijn rol binnen het project Heroes of Voetbal. Ik vind het een heel mooi project. Ik vind het ook heel fijn dat we daar als Mr. Gay Belgium organisatie een onderdeel mogen van zijn. En ik wens je heel veel succes met dit project, want dit zal ook nog verder lopen na je Mr.jaar. Geef ze nog een tafelapplaus, dames en heren. Raf van Puinbroek en François de Keersmaker. Dankjewel, heren. François, jij mag...